Dus dat is het. Dat doet mijn hart zo goed. Die kinderen. Ik vind het zo fijn om dit te horen. Dank u wel, Sinterklaas, dat u mij even te woord wilde staan. Sterkte met zwaaien nog. Zo, ik ben hier even stil van. Zwaar onder de indruk. Eline, heb je allemaal meegeluisterd? Nou, ja, zeker. Ik vind het ook wel goed om te horen dat er zoveel kaarslicht is in Madrid in dat paleis. Dat is toch wel belangrijk, hè? Een beetje gezelligheid. Nou, je ziet me hier staan tussen al deze kinderen die hier helemaal lekker losgaan. In totaal worden er zo'n 400.000 kinderen verwacht. En hier dus, zit de sfeer er in ieder geval goed in. Ja, jongens, goed springen, hè? Ja. Ja. Kan je hem al zien? Heb je de boot al aan zien komen? Nee. Nee, hè? Nee, maar hij kan wel elk moment komen. Kunnen jullie een beetje meezingen? Heerlijk. Kinderen zijn super enthousiast. Ik ook. Fons, je moet echt een beetje opschieten. Ik heb er zoveel zin in om die Sint te zien. Meneer De Piet. Ja? Hoeveel bruggen moeten wij nog? Een stuk of 3 of 4. En weet je zeker dat ze ook allemaal open gaan? Want net ging het best wel moeizaam. Ja. Ik zie er weer eentje die nog dicht is. Gaat het goed komen? Ja, het komt sowieso altijd goed. Maar de brugwachters die moeten alles op de fiets, hè? En als er net een pepernootje in hun achterband zit, nou ja, je weet hoe dat gaat. Niet helemaal, maar ik denk jij wel. Dan moeten ze gaan lopen en dan komen ze misschien net te laat. Maar dan wachten we even, hè? Oh, wacht, hij gaat open. Oh, kijk. Het gaat helemaal goed. Je hebt gelijk. Het komt altijd goed. Meneer, zo kunt u het zelf niet zien. Nog die telefoon weg. Ik ben benieuwd hoe het met Eline gaat, want we zijn dus erbij na Eline, weet je dat? Ja, wat is het hier super gezellig. En al die vaders die die kinderen maar op hun nek nemen, dat is toch wel handig, hè? Wat zit je er maar hoog? En je hebt een bloemetje mee, die is voor de Sint, denk ik, hè? Ja. Heb jij al je verlanglijstje klaar? Wat staat er allemaal op? Ja. Wat zeg je? Ja. Wat staat er allemaal op je verlanglijstje? Een ridderpak. Ik hoop heel veel mooie dingen. Ik kon het niet zo goed verstaan. Een auto en een pak van een ridder. En Playmobil. Nee. Jij bent neem ik aan zijn vader. Ja. Allemaal zonder controle? Ja hoor, alles zonder controle. Gaat goed. Lekker warm. Ja, hè? Ja. Ja, een beetje blijven bewegen zo. Genoeg springen. Dan, werkt dat? Ja, dan blijven we vanzelf wel warm. Lijkt net of die bloem zo uit je hoofd groeit. Ja, bijna. Ja. Nou, ik geloof dat de Sint er bijna aankomt. Laten we even schakelen naar Fons die op de boot staat. Ja, we zijn echt bijna. De skatepieten rijden altijd vooruit en die helpen de bruggen vrij te maken. En die, traditioneel gaan ze zo meteen naar ons zwaaien vanaf de laatste brug. En dat is al bijna? Ja, dat is bijna en dan komen ze altijd even naar Sinterklaas zwaaien, want daar mogen geen kinderen zitten, maar wel de skatepieten. Ja, ik zie je, Fons. Fons staat er met zijn gele jas, goed herkenbaar. Tussen de Welkom in Amsterdam. Sinterklaas! Wat? Dit is de sleutel, jongens. Ah, jongens. Jongens, de sleutel van de stad. U heeft de sleutel van de stad en deze prachtige kinderen. Sinterklaas, mogen deze kinderen nou vanavond hun schoen zetten? Alle kinderen die mij gezien hebben, mogen hun schoen zetten vanavond. Dan moeten we... Jij gaat iets over de route vertellen, want Sinterklaas mag niet verdwalen. Dit is hem. Ik heb hem samen met de kinderen nog even wat mooier gemaakt. Ze hebben hier duidelijk een punt gemaakt. Waar bijvoorbeeld, hier ziet u de kaart voor u. De kaart is zo gemaakt dat u precies weet hoe u moet lopen. De kinderen hebben ook allemaal dingetjes erop getekend. Zoals hier het huis van de burgemeester. Dus als u dat ziet, moet u rechtdoor. Nou, we gaan ook langs de route zijn er wat kinderen met pijlen. En die zullen u de goede kant op wijzen. Ik denk dat Americo het wel kan vinden. Dat denk ik. Ik weet dat zeker. Ja, dat denk ik wel. Sinterklaas die weet dus de route goed te vinden. Komt helemaal goed. Het is wel heel belangrijk inderdaad dat ze goed loopt. Want Sinterklaas die loopt wel eens anders. Ja.
Andere jaren heeft hij altijd anders gelopen. Nu moet hij wel echt naar de Dam. Ja. Het zou zonde zijn als we hem missen, hè? Ja. Heel zonde. Oh, helemaal. Is het Piet om weer in het land te zijn? Oh, het is zo fijn om in Nederland te zijn. Hè. Maar wat een kinderen, hè? Ik wist niet dat er zoveel kinderen nog in Amsterdam waren. Nee, hey! Nee, het is echt waar. Ja, maar we zijn zo blij dat we hier weer zijn. Hè. Het is wel heel koud, hè? Want we zitten allemaal even. Ga er ook mee zingen. Misschien heeft u wel even tijd. Voordat u weer naar Spanje rijdt. Wat zit er nou meestal in jouw schoen? Meestal zit er gewoon chocola, pepernoten, chocoladeletter. Gewoon? Ik vind het behoorlijk lekker, moet ik zeggen. Ja, ik vind het ook lekker. Ik hou van snoep. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje. Gooi wat in mijn laarsje. Dank u, Sinterklaasje. De Sint heeft het dan bereikt. Ja, echt hè. Gewoon dankzij al die kinderen die hebben geholpen met die prachtige routekaart, met de pijlen langs de weg. Het is fantastisch en het is ons gelukt. Ja, het was een fantastische dag. Het was een enorme eer om dit te doen, samen met jou, Eline, ook. Ben je kapot? Ik heb wel zin in voeten, ja. Dat moet ik wel zeggen. We hebben veel gelopen. Dan ga snel naar huis, doe je schoenen uit en ga een liedje zingen. Ja, niet vergeten te zingen, inderdaad. Welk liedje doe je? Sinterklaas Poentje. Zeker weten. Laat ze horen. Nee, niet jij. Ik heb net al gezongen. Kom op. Sinterklaas Kapoentje. Oké, dag, dag, dag. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sint in Amsterdam. Heeft jouw straat ook een schat aan verhalen? En ken jij alle bijzondere plekjes? Of zijn er zulke mooie mensen die je echt niet mag missen? En wil jij dit allemaal laten zien? Mail dan naar straten@at5.nl. Ja, wat zei zij? Dit is een camper. Mooi, hè? Dit is ook een camper. Het verschil? Juist, hit the road met Jan Doets America Tours. Kunstgebit. Hoe zit dat? 4 miljoen mensen zijn tandloos. 32% daarvan verbergt hun gebit als op de foto gaan. Een kleine aanpassing kan voor u een groot verschil maken. En dat verschil maken wij graag voor u. Bel nu voor een afspraak. Amstel Dental. Uw mond, onze zorg. Heb jij al gehoord van goedomtedelen.nl? Dit is een online marktplaats waar je alleen tweedehands producten vindt. En in tegenstelling tot andere marktplaatsen...